Ah, nu heb ik de fraude niet meer mee. Ik heb de fraude niet meer mee. Oh nee, zal je het zien? Oh mijn god. Ansaldi, jij bent ook wel lekker bezig hoor. Yo dames en heren, mijn Don. Leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe FIFA 16 Ultimate Team. Ik heb hier nog 3 pakketjes openstaan. Die had ik waarschijnlijk nog van een boze FUT draft nog liggen. Die ik uiteindelijk niet had geopend. En dan krijgen we Gabi eruit. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. Dan krijgen wij uit het andere pakketje, krijgen wij, mag ik doordrukken, dank je, Krul. Hebben we ook niet zoveel aan. En uit het laatste leenpakket speler dingetje, een Hazard. Nou, meid, wat geweldig, Hazard. Alright, dit is in ieder geval ons team. Wij werden op een gegeven moment een beetje boos op eigenlijk elke speler die we hadden. Omdat het niet helemaal wilde gaan zoals we wilden. Wij proberen natuurlijk nog steeds divisie 1 te behalen. Als de titel en dan is het zo een beetje klaar. Nou, FIFA 17 staat natuurlijk ook om het hoekje te kijken. Dus we moeten een beetje opschieten. Onze eerste tegenstander van vandaag zal in ieder geval zijn HSN Rooney. En hij heeft een Götze in de spits gezet. Dit ziet eruit als een interessante line-up. Alright, veel succes aan mezelf. Veel succes aan de tegenstander. Laat dit een mooie wedstrijd worden. We hebben hier Franck Ribéry. Kapt eventjes naar boven toe. Thiago is aan het lopen. Thiago liep niet meer. En finesse bijna de hoek in. Ah ja, dat was de eerste kans. Thiago, langs het lijntje. We worden vanuit onze rug verdedigd. Doorpasen. Doorpasen. Robbie is aan het lopen. Jammer, kon niet genoeg tijd creëren. Oh, dit is heel naar. Dit is heel erg naar. Die Aup van hem stond wel erg goed vrij. Oh, wat koud. Ik dacht ik loop ervoor. Of ik lag ervoor. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Maar het was heel apart. Want zijn Aup die liep heel erg... What the fuck? Je scoort en daarna ga je weg? Wacht, wat? Heb ik dan een los erbij? Of... Wacht, waar staat dat? Vorm. Win, win, verlies, win, win. Nee. Onze volgende tegenstander is Borussia Paul. En dit is eigenaardig. Ik snap dit niet helemaal. Maar vooruit. Oké, daar gaan we. Laat dit een mooi potje worden. Ik merk al een klein beetje lag. Dus ik hoop dat het niet een al te grote rol zal spelen. Maar daar komen we vanzelf wel achter. We hebben hier in ieder geval Arjen Robben. Gaat naar binnen toe. Paast hem door. Naar Vidal. Paast hem weer door naar Frank. Zo, Frank, wat ben jij het hoerenbed. Dat had echt erin gemoeten, hoor. Koppen. Dit meen je. Oh mijn god. Ja, wat moet ik hier nou weer van zeggen? De kans dat een corner een keer werkt is echt 1 op 100. En natuurlijk werkt die dan. Oké, Arjen. Ga je nog lopen? Want ik deed hem toch echt in de fucking diepte. Hé, dankjewel. Dat is wat ik wilde. Het moet echt niet veel anders gaan lopen hoor. Maar ik stuurde je toch echt de diepte in. Maar je deed er niks mee in het eerste instantietje. Oh nee, dit gaat heel fout. Dit gaat heel fout. Dit meen je ook gewoon. Ik loop hem eerst van zijn voeten. Dan ga ik erop af. En dan... Oh mijn godje. Ik word echt helemaal zoek gespeeld hier. Ongelooflijk. Maar besef trouwens even. Hè, zijn Aubameyang die 2 keer heeft gescoord. Heeft 0 chemistry hè. Oké. 0. Hij staat natuurlijk in spitsvorm, dus dan heeft hij hoogstens 3 of 4. What the fuck is dit? Dit is niet mijn internet, toch? Nee, mijn internet ziet er nog prima uit. We gaan het eventjes proberen in de vorm van een 4-4-2. Lekker simpel, lekker pasen. Alright, onze volgende tegenstander is Engelbirds FC. Geinig teampie. Hij heeft een roze Konoplyanka. Maar ja, als er iets letterlijk niet zeggend is, is het wel rating en dergelijke en chemistry. Maar dat boeit niet, want ja, al heb je een Aubameyang op fucking 3 chemistry, kan hij alsnog gewoon goals maken. Gaan we. Veel succes. Oh my god, het is Iron Donkey 1997. Hij is 7 jaar jonger dan ik. Dan zou het wel een pittige schande zijn als ik daarvan verlies, van zo'n jonkie. En dan ga ik dan ook gewoon doen, hè. Ik ga ook gewoon verliezen. Dit is daarentegen wel pittig kut. Pittig kut. Wow, lekker verdedigd. Pittig kut nog steeds. Daar had je met je voet bij moeten zitten, hoor, Arjen. En je raakt hem enigszins aan, maar er gebeurde niks. Fucking hell, dat had beter gekund. Dit had ook beter gekund. Alaba kan volgens mij gewoon geen mannen meer tegenhouden. Maar dit geloof je ook gewoon. Ik kom... Overal 1-0 tegen. Wat een fucking... Neuer is echt tyfus bad. Wat voor random schot was dat dan? En het gaat er gewoon in.
Maar ouwe, wat doe je? Maar ouwe, wat doe je? Ik fucking tackle hem! En het is weer zo'n random afstandsschot. Is dat fucking Neuer gelijk aan Leno of zo? Gewoon geen afstandsballen kunnen tegenhouden. Oké, Kekke Robert. Kekke Robert, kort hoekie. Lekker dan. Dat heb ik zo'n auto niet zien doen hoor, maar dan moet er weer zo'n hardwerkende Pool opeens komen. Oké, we hebben hier Di Tomás. Naar boven, heel mooi. Naar beneden. Afstandsschot. Nee. En het is ook geen overtreding. Ook al trapt hij mijn speler onderuit. En Alaba wordt natuurlijk weer... Wow, ik werd een beetje teruggeteleporteerd. Dat zag je misschien niet, maar zo voelde het wel. Aupie. Nu moet je het doen. Oh mijn god. En mijn jet. Mijn god. Piszczek, what the fuck doe jij daar? Kom op man, je bent een rechtsachter. Laat Robben dan die afstand overbruggen. Eerste helft is voorbij. Ik ben totaal niet tevreden over hoe het gaat. Instructies. Piszczek. Achterblijven. Optieven. Met je kuthoofd. In deze opstelling is het nou letterlijk niet nodig dat fucking Piszczek gaat opkomen. Oké, nu kunnen we er wat mee. Dat was iets te scherp, die kap, Aup. Een tikkeltje minder scherp had wel gemogen, want dan had je nog wat snelheid kunnen bouwen. Vliegende keep. Robert kopt alles door. Oké, teleurstelling. Ja, loop maar gewoon door. Even kijken of we er zo wat mee kunnen. Nee, dit meen je ook gewoon! Ik dief hem letterlijk. Ik deed hem gewoon naar het midden van het doel. Gewoon naar het midden. En alsnog krijg je het voor elkaar om hem zo langs te banjoeren. Wat? Wat de fuck gebeurde er? Ja, jezus. Wat de... Nee. Even wachten, hè. Wat? Ik kan niet op pauze drukken. Jesus Christ. Ik denk dat mijn videokaart gewoon even zei... Dat hij dat gewoon... Hij had gewoon even een fucking videokaart fart. Ik weet niet, Arjen, wat doe jij aan deze kant van het veld, jij hond? Mogelijk een goede kans hier. Ik weet dan ook niet... Arjen, ga eens dan naar dat andere tyfuskantje, man. Wat voor zin heeft het als ik een opstelling creëer als niemand zich er fucking aan gaat houden? Aupie. Wordt even neergehaald. Oh mijn god. Dit had er moeten wezen. De keeper gaat hem nu pakken, denk ik. Maar ik mik hem nu naar linksonder en je gooit hem gewoon met je hoofd naar het midden. Het is zo ongelooflijk hoe inconsistent dit tyfische game is. Je kan gewoon letterlijk niet consistent goals maken. Ik word zo fucking zoutig en triggered en cringe en alle fucking Leafy is here termen die hij gebruikt om populair te worden. Word ik gewoon allemaal in één fucking FIFA aflevering. Hoe kan je een game maken... Die gewoon niet registreert wat je doet. Ongelooflijk. En ook elke keer weer die eerste goal tegen. Echt zo'n wonderbaarlijke goal. Ik denk dat we het dan met de Argentijnen moeten gaan doen. De smerige Argentijnen. Alright, volgende tegenstander Chelsea FC. Het verbaast me als er een Chelsea-speler in zit. Ik zie er geen één. Oké, daar gaan we. Higuain en Tevez. Beide Argentijnse fraudeurs, als het aan mij ligt. We gaan even het spel laten zien hoe er opgelicht moet worden. Nainggolan paast hem door naar de dikke. Paast hem door naar Pastore. Paast hem door naar hier. Oh. En dit gaat er ook gewoon gelijk in. Carlos Tevez, daar valt toch geen draad aan vast te knopen. Hoe die het gewoon in één keer doet. Hij doet het gewoon. Hier kappen. Mip. Gaat er gewoon in. Dat hebben we al eerder. Wat gebeurt hier? Ik dacht al, die wordt wild. Oké, de Argentijnen. Dat is een mooie kopbal. Openen naar Tevez. Tevez heeft heel wat ruimte. Als hij ook nog de snelheid kan behouden. En zijn sterkte. Carlos. Oké, dit is best lekker. Carlos, hij staat er wederom weer. Even die kant op, maar we gaan terug naar de lijn. Ah, nee, die was naar. Die was heel naar. Ik zie... Ik wilde Nainggolan passen. Die stond er heerlijk vrij, maar ik kon er maar niet bij komen. Caceres, dit is jouw man. Heerlijk verdedigd. Heerlijk. Lekker eerlijk. Dat is dan weer scheid. Maar vertrouw op Caceres.
gezet. Cacere, sorry. Ik moet het anders uitspreken. Oké, dit is best oké. 9 goal line. Nu moet je doorlopen. Nu moet je even die Belgische benen gebruiken. Naar Tevez. Die staat er. Zo, daar zat dat joch nog bijna tussen ook, hè. Met zijn 1,70 meter. Oké, dit is pittig naar. Ah, dat is heel netjes gedaan. Ik had maar één verdediger in controle, maar die andere die liep letterlijk mee met mij. En dat, ja, daar ging het de fout in. Dat was hier. Die nummer 9 die liep zeg maar op dezelfde plek als ik. Terwijl, ja, computer gestuurd. Oh god, dat hij daar langskomt. Dat is niet helemaal de bedoeling. Liechtensteiner. Dit was te verwachten. Oh, ja. Nou, dat was de eerste helft. Statistieken staan in mijn voordeel. Maar ja, je moet ze er nog altijd inschieten. Oké, Higuain. Gooit gewoon die man even omver. Geen probleem. Oké, Higuain. Nee, wat een scheid aanname! Dat was gewoon perfect opgebouwd. En dan neem je hem zo scheid aan. Zie je wat ik bedoel met die inconsistency van deze scheidgame? Ik zie Nainggolan hier. Oh mijn god, man. Ah, nu heb ik de fraude niet meer mee. Oh nee, zal je het zien? Oh mijn god. Ansaldi, jij bent ook wel lekker bezig hoor. Juist, met zijn angelkoppie hoor. Verschrikkelijk. Ongelooflijk verschrikkelijk. Een corner ging er gewoon weliswaar eens een keer in voor mij. Can you believe it? Di Maria met echt de heading van 60, 70 of zo. Hier go in. Tevez, er mag gepaast worden. Zo, doorlopen. Pastore! Jij bent erkend langzaam. Ja, maar hou even op met gewoon alleen maar die lange ballen te geven. Maar hierdoor gaat hij het ook gewoon nog doen ook, hè. Fucking Ansaldi. Man of the match. Nou, we hebben weliswaar gelijk gespeeld, hoor. Jongen. Het is ongelooflijk. Zo blijkt maar weer. Ook al heb je een... Wat is het? 187 rated Bundesliga teampie. Is gewoon niks waard zonder Tevez. Carlos Tevez, man of the match. Maar natuurlijk. Muntjes. Tuurlijk. En zo komen we verder in ons avontuur in divisie 1. Met een gelijkspel. We hebben nog 9 wedstrijden te gaan om uiteindelijk 22 punten bij elkaar te sprokkelen. Maar ik weet niet, ik vond deze opstelling, ik vond het lekker spelen, was lekker aan het tikken. Is er een upgrade nodig in dit teampie? Ik weet niet, ik vond Ansaldi, ook al was hij 79 rated, een van de beste spelers van dit team. Perea had ik niet echt, die voelde ik niet echt. Di Maria was daarentegen lekker bezig. Pastore was een beetje aan het klungelen. Nainggolan was lekker bezig. Higuain en Tevez, maar ook best oké. Liechtensteiner, nooit een klacht over. Dus dat zit allemaal gebakken. Ik zie de reacties tegemoet. Dames en heren, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video, dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende FIFA-aflevering. Doei doei! Neuer. Ik zweer je, koop geen Neuer. Je kan zeggen wat je wil, maar hij is gewoon echt tyfus bad.